Kampongkeeper David Hart kan niet meespelen vanmiddag. Hij is geblesseerd aan zijn knie. En dus moet hij worden vervangen door de tweede man, Bram Ouwendag. Hij staat onder de lat bij Kampong. En toch is dit de gelukkigste dag uit de hockeyloopbaan van David Hart. Want sinds vanochtend weet Hart dat hij met zijn land, Ierland, actief zal zijn volgend jaar bij de Olympische Spelen in Rio. Kampong komt aan de leiding, zo 7 minuten voor rust, door een treffer van Constantijn Jonker. Schitterend voorbereid door Filip Meulenbroek. Hij krijgt deze paas goed onder controle van Bouwens en levert hem dan keurig af bij de goalgetter Jonker. Het was het enige echte hoogtepunt in een wat saaiige eerste helft. De beide coaches, Cox en Wolf, wilden vooral de rijen gesloten houden. In de eerste helft en na rust is er meer spektakel te beleven in Utrecht. Hier gaat Quirijn Kaspers in die openingsfase van die tweede helft. Kaspers geeft de bal terug aan Boet Vijver en die maakt er 2-0 van. Deze jongen die vorig jaar nog in de A-jeugd speelde van Kampong passeert keeper Pirmin Blaak door de benen. En dan komt Rotterdam met Jeroen Hertzberger. Hertzberger claimt hier onmiddellijk de strafbal en die krijgt hij ook van scheidsrechter Jonas van het Hek. Veel protesten bij Kampong, zeer begrijpelijk, want het is helemaal geen strafbal. Hertzberger mist hier de bal, raakt zelf de stick van de Wert, de verdediger van Kampong, en wordt daarvoor beloond. En hij benut de strafbal zelf. 2-1 door Hertzberger en Rotterdam zit weer helemaal in de wedstrijd. Dan een strafcorner voor Kampong. De specialist Martijn Haviga is geblesseerd. Maar Luiks blijkt het ook te kunnen. Hij legt de bal in de hoek. 3-1 voor Kampong. De eerste uitloper, Egerton, komt helemaal niet in de buurt bij Luiks. En dan kan ook Blaak een treffer niet meer voorkomen. Dan deze bal. Die belandt op een been bij Rotterdam-speler Van Dam. En Rotterdam krijgt een corner. Hij gaat wel omhoog via de stick van Allegre. Daar boven de knie. En dat is dan de reden waarom Jonas van het Hek hier een strafcorner toekent. En die gaat erin via Kranstauber. Het is wel een houdbare bal voor de doelman Bram Ouwendag. Nog ruim 6 minuten te spelen. En daar gaat Erik Bouwens. En hij knalt de bal tegen de plank. 4-2. En hij is zo blij. Hij toont het uitgelaten publiek zijn torso. Alle emoties komen eruit bij Bouwens. Hij is een jaar lang zwaar geblesseerd geweest. Wist niet eens meer of hij nog normaal zou kunnen lopen. Laat staan tophockey spelen. En overigens, een gele kaart levert het niet op in het hockey. Wel in het voetbal. De 4-3 volgt 4 minuten voor tijd. Een doelpunt van de jonge Duitser Spies. En Ouwendag gaat hier toch wel zwaar in de fout. En Rotterdam voelt ineens dat er nog wat te halen valt. Daar gaat Seffi van As met een backhand. En Spies raakt die bal als laatste. Maakt zijn tweede in deze wedstrijd. En Rotterdam is langzij gekomen. Dan is er nog tijd voor één laatste krachtsinspanning van Kampong. Jonker, daar is Kaspers. En nog een redding van Pirmin Blaak, de doelman van Rotterdam. 4-4, dat is de eindstand. En we zullen ons vooral herinneren van deze wedstrijd. Het juichen van Erik Bouwens. Ik heb een paar maanden eigenlijk gewoon op de bank geparkeerd gelegen. En er was niemand die me echt kon vertellen wat er aan de hand was. En hoe ik me weer eruit ging vechten. Want wat was de diagnose? Uiteindelijk zat er een stukje discus van mijn tussenwervel. Die stak uit. En mijn dekplaten van mijn wervels die waren niet helemaal goed. Uiteindelijk was het devies gewoon optrainen. En dan moest ik er weer kunnen komen. En dat heb ik met beide handen aangegrepen. En ik geniet elke zondag dat wel.